GroenLinks aan de minister van Justitie en Veiligheid over de toename van antisemitisme in de Europese Unie. Mevrouw Buitenweg. Dank u wel, mevrouw de voorzitter. Gisteren is een van de meest uitgebreide onderzoeken naar antisemitisme in Europa gepresenteerd. Uitgevoerd door het Bureau van de Europese Unie voor de Grondrechten. Een belangrijke uitkomst is dat antisemitisme groeit. Net als racisme overigens, intolerantie tegen moslims. Antisemitisme neemt toe in Europa en in Nederland en er wordt te weinig tegenovergesteld. Zoals een respondent zei, het lijkt alsof Nederland antisemitisme moe is, niet pal staat. Terwijl mensenrechten worden geschonden. Want veel van de ondervraagden gaven aan bang te zijn om een keppel te dragen of een ketting met Davidster. Dat zij Joodse evenementen of plaatsen mijden. En ze kunnen hun eigen identiteit niet beleven zoals zij dat zelf belangrijk vinden en worden gehinderd in hun vrijheid en dat is onaanvaardbaar. De deelnemers aan het onderzoek zien dat de Nederlandse overheid maatregelen neemt, dus dat is goed. Maar 79% beschouwt de maatregelen als inefficiënt en onvoldoende. En hoe ziet de minister dat? En hoe wil hij in gesprek treden met de Joodse gemeenschap, met organisaties, individuen, om de trend te keren? En we zien ook dat weinig mensen aangifte doen bij de politie van serieuze incidenten. Nederland scoort weliswaar relatief goed ten opzichte van andere landen, maar als meer dan 70% niet naar de politie gaat omdat ze denken dat het geen zin heeft om bang zijn om de reactie van de politie, dan hebben we een heel groot probleem. Hoe wil de minister de aangiftebereidheid verhogen? Antisemitisme moet in de meest krachtige bewoordingen veroordeeld worden door de EU-regeringsleiders en bewindspersonen voorop. Dat stond in de motie die de Kamer afgelopen november aannam. En het kabinet wordt daarin opgeroepen om zich openlijk en in bilaterale contacten stevig uit te spreken tegen uitlatingen van regeringsleiders die bijdragen aan groeiend antisemitisme. En mijn vraag is aanvullend aan de minister. Kan hij aangeven hoe deze motie tot nu toe is uitgevoerd? Het woord is aan de minister. Voorzitter, Chanukka is de Joodse viering van de lichtjes dat vorige week werd gevierd. En overigens licht in de duisternis. Dat is het symbolische thema van Chanukka. Ik had bij de eerste avond de eer om de Amsterdamse Joodse gemeenschap toe te spreken in de Rav Aaron Schuster synagoge. Maar ik heb daar ook hardop gezegd, het is een droeve eer, aangezien ik ook daar moest spreken over de door mevrouw Buitenweg gesignaleerde toegenomen gevoelens van onveiligheid in de Joodse gemeenschap deze dagen. En na afloop kwam een rabbi naar mij toe en die zei, het is goed dat u het hardop uitspreekt hier in onze gemeenschap, want dat geeft ons ook meer moed. En dat is precies waar het, denk ik, in de allereerste plaats om gaat. En dat is dat wij, politici, ons voortdurend, frappé toujours, moeten uitspreken actief tegen antisemitisme. Want als zoveel mensen zich niet veilig voelen, dan moeten we daar gewoon voor gaan staan. Afgelopen vrijdag bij de besloten presentatie van het rapport voor de Europese Raad van Ministers van Justitie heb ik eenzelfde oproep gedaan en gezegd, wij zullen echt als ministers niet alleen maar moeten zeggen dat we maatregelen gaan treffen, maar ons voortdurend in het openbaar uitspreken. Precies ook het punt waar een van de respondenten kennelijk iets over zegt. Het lijkt alsof men antisemitisme moe is. Ik ben de afgelopen tijd bij 4 synagoges en bij een Joods kinderdagverblijf langs geweest om te kijken hoe het met de beveiliging staat, maar ook hoe het gewoon met mensen daar is. En ik spreek op 4 februari verder met de Joodse organisaties om te kijken hoe we hier verder vorm en gestalte aan kunnen geven. Mevrouw Buitenweg. Dank u wel. Ik hoor een aantal dingen. De minister zegt, ik vind het heel erg belangrijk en ik ga in gesprek met de Joodse organisaties. Hij zegt nog weinig over wat hij er verder aan wil doen. En daar waren toch een aantal van mijn concrete vragen over. Dus ik hoop dan dat hij daar wel zo snel mogelijk op terugkomt. Omdat ook de lage aangiftebereidheid bij de politie toch echt een groot punt van zorg is. Daarbij zou ik trouwens willen vragen ook of er onder de 16.000 zaken die onlangs geseponeerd zijn, of daar ook hate crimes tussen zitten. Want dat zou toch ook wel een heel erg slecht signaal geven.
De minister zegt van ja, het is belangrijk voor regeringsleiders en ministers om steeds te hameren ook op het tegengaan van antisemitisme. Tegelijkertijd had ik een hele concrete vraag, namelijk over een motie die hier heel omstreden was, omdat namelijk de collega Blok er namelijk tegen was, namelijk dat Nederland zich steeds echt zou uitspreken tegen regeringsleiders die bijdroegen aan groeiend antisemitisme. En juist omdat hij daartegen was, is mijn concrete vraag geweest aan de regering: kan de minister aangeven hoe die motie, die hier wel een meerderheid heeft gekregen, tot nu toe is aangenomen, uitgevoerd? Ik heb ook een vraag ten aanzien van wat de minister zegt over de gevoelens van onveiligheid. Daar ging inderdaad het onderzoek over, de gevoelens van onveiligheid. Hebben we ook wat meer feitenmateriaal over de feitelijke onveiligheid? Want ik denk dat het van, we zien ook wel dat er een groeiend probleem is. En het is ook van belang dat we dat dan ook feitelijk onderbouwd hebben. Ten slotte, ik zie dat ik moet afronden. 30% van de Joden in Nederland overweegt te emigreren. Ik denk dat is een enorm groot aantal. En dat heeft natuurlijk te maken met de uitingen op internet, maar ook in de publieke ruimte. En mijn vraag is aan de minister, hoe denkt hij dit nou echt te keren? Wat voor een agenda heeft hij daarvoor in zijn hoofd? De minister. Ja, voorzitter, laat ik eigenlijk de eerste en de laatste punt van mevrouw Buitenhof komt gewoon erop neer, hè, van wat gaan we nou concreet doen om die gevoelens van veiligheid te vergroten? Nou, ik heb daar al over gezegd, hè. Ik ben zelf ook gaan vaststellen, doen we voldoende aan de, wat u noemt, veilige feitelijkheid? Ik denk echt dat we daar in Nederland, dat zijn overigens de lokale gezagen die dat bepaalden, maar ik wil het zelf zien. En daar wordt echt lokaal in steden als Rotterdam, ook naar de, noem het maar op, echt goed aan gewerkt. Dat is één ding. Tweede ding is, en daarvoor wil ik ook met de Joodse gemeenschap verder praten. Ik heb in de synagoge gezegd, hè, ik vind het vreselijk dat u zich niet durft te uiten. Ik hoop in ieder geval dat u dat dan wel tegenover mij en of de politie wil doen. En ik denk dat we moeten kijken of we de aangiftebereidheid in ieder geval bij mensen weer terug kunnen krijgen op een wijze dat ze zich ook nog steeds veilig voelen. En daar wil ik met name ook met de Joodse gemeenschap zelf over doorpraten. Op welke wijze we dat nou goed vorm kunnen geven. Ik heb mij afgelopen vrijdag in ieder geval in dat gezelschap van Europese ministers, waarbij ook ministers waren van alle Europese lidstaten, laat ik het maar even in het algemeen zeggen, heel duidelijk uitgesproken. En ik ben ervan overtuigd dat het kabinet, omdat antisemitisme natuurlijk gewoon een uitermate akelig verschijnsel is, daar in alle opzichten voor mijn uiting aan zal geven. Dan rond ik af, mevrouw de voorzitter, met een verzoek om dan alsnog een brief. Ik snap ook dat het ging ook deels over het terrein van de heer Blok, maar het gaat wel over het uitvoeren van een motie die controversieel lag, in ieder geval bij de minister, en die te maken heeft met het permanent uitspreken ook tegen antisemitisme. Ik stel voor dat er dan een brief komt van het kabinet om te kijken hoe zij die motie tot nu toe hebben uitgevoerd en gaan uitvoeren. En dan kijk ik ook uit naar een brief zodra dat overleg is geweest van de minister. Ik begrijp dat hij dat in overleg wil doen met de gemeenschap. Maar dan kijk ik ook uit naar een verslag daarvan. En echt ten slotte is over de feitelijke onveiligheid. Ja, dat heeft natuurlijk, dat gaat bijvoorbeeld rond de synagoog. Maar het gaat natuurlijk op individueel niveau veel kleiner. Namelijk het durven dragen van een keppeltje of een Davidster. En ja, u moet echt afronden, ja, want anders is het is niet eerlijk naar anderen. Dat is ook onze gezamenlijke verantwoordelijkheid. Dank u wel. Dat veilig kunnen. Ja, dan ga ik naar de heer Segers namens de ChristenUnie. Mevrouw de voorzitter, het was een paar weken geleden dat collega Jezilkus en ik een gesprek hadden met jongeren in Amsterdam. En wat me echt aangreep was een jongere die zei, antisemitisme is vreselijk, dat is één ding. Maar het zwijgen van omstanders is eigenlijk nog erger. En wij mogen niet zwijgen. En ook als overheid mogen wij niet zwijgen. En ook de minister mag niet zwijgen. En als we dan bijvoorbeeld in een rondetafelgesprek horen dat heel veel lokale overheden verlegenheid hebben, dat die ook onhandigheid hebben, dat bijvoorbeeld bij een anti-Israëlische demonstratie er geen rekening wordt gehouden met het uitgaan van een synagoge, dan zou ik hem ook willen vragen, ga niet alleen in gesprek met de Joodse gemeenschap, maar ga ook in gesprek met lokale gemeenten, hoe die de lokale Joodse gemeenschappen veiligheid kunnen bieden, want ook daar is heel veel verlegenheid. Is de minister daartoe bereid? De minister. Zeker, want ik heb al een paar keer dat soort gesprekken gevoerd. Maar zeker om dat nog meer te doen. Voorzitter. De heer De Graaf namens de PVV. Dank, voorzitter. In de Koran in Soera 8 vers 60 kunnen we lezen dat het een opdracht is voor alle moslims om alle ongelovigen vanuit islamitisch perspectief
te leren dat de islam gevreesd moet worden. Dus mocht er al sprake zijn van islamofobie, waar mevrouw Buitenweg het over had, dan is dat een opdracht vanuit de Koran. Maar er staan nog een heel aantal andere ontelbare opdrachten in de Koran om Joden te haten. Antisemitisme. De islam is in Nederland de enige geïnstitutionaliseerde vorm van antisemitisme. Is de minister bereid om in de gesprekken die hij gaat voeren met de Joodse organisaties expliciet aan te geven dat hij iets gaat doen aan het islamitische geïnstitutioneerde antisemitisme en de Joden in Nederland daartegen te beschermen? Voorzitter, ik bespreek met de Joodse organisaties de problematiek van antisemitisme in brede zin. De heer Bisschop namens de SGP. Voorzitter, dank voor wie het onderzoek leest en de uitkomsten daarvan tot zich neemt. Die kan zich eigenlijk alleen maar verbazen dat er in deze Kamer enige tijd geleden nog fracties waren die tegen een motie stemden die het kabinet opdroeg om in de vervolg de internationale definitie van antisemitisme te hanteren. Dat zou aanleiding kunnen zijn tot vragen, maar in die gelegenheid ben ik niet. Ik zou wel, die motie is uiteindelijk aangenomen. Ik zou aan de minister willen vragen op welke wijze die motie een rol gaat spelen in zijn aanpak van de bestrijding van het antisemitisme. De minister. Ja, ik meen dat dat toen ook, al letterlijk heb ik dat aangegeven bij de indiening van de betreffende, het indienen van de betreffende motie en de toelichting erop dat ik in het beleid van OM en politie de inhoud van die motie een rol gaat spelen. En de Kamer daarover informeren? Ja, prima. Ja? Dat lijkt me goed omdat. Okay. Dan ga ik naar mevrouw Bergkamp namens D66. Dank u wel, voorzitter. Ook wij zijn geschrokken van het rapport. Iedereen moet zichtbaar zichzelf kunnen zijn in Nederland. Ik weet dat dit de minister van Justitie en Veiligheid is, maar het begint met opvoeding en ook onderwijs. En ik wil aan de minister vragen of hij dit onderwerp, dit specifieke onderwerp, ook wil bespreken met zijn collega's van onderwijs, om te kijken wat we hier kunnen doen als het gaat over voorlichting en educatie. De minister. Ja, zonder meer. De heer Veldman. Namens de VVD. Ja, voorzitter, het zijn echt schokkende cijfers over antisemitisme en helaas zien we dat al langer. En daarom komen VVD en ChristenUnie binnenkort ook met een initiatiefnota. De Europese Raad heeft alle Europese landen opgeroepen om met een nationale programma te komen om antisemitisme te bestrijden. En de Kamer heeft eerder, daar refereerde de heer Bisschop net ook al aan, een motie aangenomen die een internationale definitie van antisemitisme omarmt. Helaas niet door alle partijen in deze Kamer gesteund. Maar daar begint het natuurlijk wel mee, met elkaar erkennen dat er sprake is van antisemitisme. De vraag aan de minister is dan ook, wat gaat hij doen om ook andere Europese landen zover te krijgen dat ze die internationale definitie omarmen? En wat gaat hij doen om andere landen ook aan te sporen om opvolging te geven aan die Europese oproep om te komen tot een nationaal programma? De minister. Voorzitter, ik heb dat punt. Zoals ik al zei in de Europese ministerraad, afgelopen vrijdag heb ik heel duidelijk gezegd, we moeten ons uitspreken hard tegen antisemitisme. Ik heb het afgelopen maandag gezegd, ter gelegenheid van 70 jaar universele verklaring voor de rechten van de mens. Misschien even in de microfoon, want het is bijna niet te horen. Ja. Zo beter? Oké. Okay. Beetje de houding van een countryzanger, voorzitter, maar goed. Ik heb dat in ieder geval ook afgelopen maandag gezegd bij een congres ter gelegenheid van de Universele Verklaring voor de Rechten van de Mens, ook een internationaal gezelschap. En dat zeg ik gewoon, ik blijf het overal uitdragen. En ik zou hopen, voorzitter, dat de 150 Kamerleden, inclusief u zelf, precies hetzelfde doen. Want het is, zoals ik al in een andere taal zei, frappé toujours. Dank u wel. En daarmee zijn we aan het eind gekomen van de mondelinge vragen. Ik schors de vergadering voor enkele ogenblikken en dan gaan we daarna stemmen.